Dit is Langstraat TV. Uw regio in beeld en geluid. Sinds een klein jaar ben ik de voorzitter van onze vereniging Stoomgroep Zuid. En we hebben hier voor onze vereniging de voorjaarsstoomdag georganiseerd. Maar dat is niet alleen Stoomgroep Zuid die je hier vandaag ziet. Maar zo'n beetje alle clubs uit Nederland zijn hier aanwezig. En daarnaast zie je ook nog clubs uit Duitsland, uit België. En zelfs een Engelsman is aanwezig om hier te laten zien wat we met die stoommodelbouw allemaal doen. En die stoommodelbouw is meer dan alleen maar, zoals we hier, treintjes maken. Er wordt ook met die locomotieven gereden. Maar de passie voor veel mensen zit erin om eens te kijken, wat kun je nou als je gaat werken in metaal zelf maken, dat naderhand ook echt werkt. En hier in Brabant zien we eigenlijk dat de techniek begint aan te trekken. Er wordt steeds meer geproduceerd en we merken dat ook in de modelbouw. Er komen weer steeds meer mensen bij die in die technische modelbouw wat willen doen. Dat merken we aan het hoge bezoekersaantal dat we hebben vandaag. Maar ook aan de interessante vragen van het publiek. Hoe maak je het? Wat komt er allemaal bij kijken? Dat blijft steeds boeien. Het is een oude hobby die uit Engeland komt, waar de mensen die toen in de techniek werkzaam waren met kleine machientjes thuis, locomotieven als dit bouwden, zie je tegenwoordig dat mensen met 3D-printers, met elektronica, met printjes maken, met speciale spuittechnieken, met gietechnieken, eigenlijk de nieuwe technieken van het bedrijfsleven in de hobby inbrengen. En dat is een hele vernieuwingsslag binnen de hobby en vandaar trekt het ook weer aan, want er is me veel meer te beleven wat dat betreft. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de koppeling tussen computer, internet en de modelbouw. Want die is vandaag natuurlijk ook niet weg te denken. Zoiets ontstaat natuurlijk als hobby en ik heb geen technische opleiding gehad, maar wel heel veel motivatie om dingen met mijn handen te maken. En ik onderhield vroeger ook al de machines in het tuindersbedrijf van mijn vader. Dus dan ligt het in de lijn der verwachting dat je er wat mee gaat doen. Wat heb u hier voor mooi staan? Kunt u dat uitleggen? Ik heb een paar hete luchtmotoren meegenomen. Dat is uitgevonden door een dominee heel lang geleden, dominee Stirling. Ze worden daarom ook wel Stirlingmotoren genoemd. Ja. En deze grote machine hier die is eigenlijk begonnen doordat ik het vliegwiel gevonden heb op een rommelmarkt. En ik vond dat zo mooi dat ik dat ding gekocht heb. En ik denk, ja, ik moet daar wat mee. En eigenlijk komen alle onderdelen van de rommelmarkt vandaan. Want dit is een bewaarbus van Senseo. Die wordt aan de onderkant verwarmd en aan de bovenkant moet die afkoelen. En dat glas dat komt weer van mijn oude lamp.
Dan gaan we nu naar de buren, oma's naaimachine. Dat werd vroeger met de hand bediend, maar u heeft daar iets anders van gemaakt. Ja, mijn oma die gebruikte deze naaimachine altijd, maar op een gegeven moment was zij te oud om dat ding te gebruiken. En ik vond hem heel leuk, dus toen wij trouwden heb ik hem meegenomen. Maar je weet hoe het gaat met dat soort dingen, dat staat jarenlang stof te verzamelen en niks te doen. Toen dacht ik op een gegeven moment, weet je wat, ik maak er een hete luchtmotor van. En de handslinger eraf gehaald en aan deze kant het cilindertje vastgemaakt. En waar de naald hoort te zitten, daar is de verdringer, zuiger en cilinder heeft plaats gekregen. En een spiritusvlammetje eronder. En het draait. Meneer Willem Klein, vorig jaar stond u hier ook op de stoomdag en toen had u een plan. Ja. Een groots plan en daar schijnen wij iets aan hebben te bijgedragen te hebben. Ja, nou ik had dus gezegd, jullie hadden gevraagd eigenlijk, wat is het volgende project? Nou, en toen heb ik me laten ontvallen, want ik ben van plan om een carouseldraaibank te maken. En die wist ik wel te staan, maar daar hadden ze geen tekeningen van. Maar toen had ik dat gezegd en toen moest ik het waarmaken. Dus mijn gang was naar de machinefabriek waar er een stond. En ik heb schetsjes gemaakt en ik heb foto's gemaakt. En uiteindelijk had ik hem dan zover dat ik wist hoe het moest worden. Toen ben ik dus modellen gaan maken voor de gieterij. En dat is dan een heel proces, want ik ga naar de gieter en dan vraag ik van ja, hoe hadden jullie het liefst willen hebben. En uiteindelijk is het dan 3 gietstukken geworden. Het voorste gedeelte, het achterste gedeelte en de ronde tafel. Nou, en toen ging het los, want dan moest het bewerkt worden. En dan moest een motortje inkomen. En alles werkt ook. Kijk. Het is een Webster Bennett. Het is een Engelse machine. En uiteindelijk is het dit geworden. Ja, dan gaan we toch vragen, wat wordt dan weer volgend jaar het nieuwe stuk? Nou, ik heb het idee om een kopdraaibank te gaan maken. Een kopdraaibank, dat lijkt hierop, maar dat is dus verticaal. Met een hele grote kop. Een hele 2,5 meter diameter. En dat is speciaal gemaakt voor platte dingen met een grote diameter. Dus flensen enzovoort. Nou, we gaan afwachten en dan zijn we er volgend jaar weer om het resultaat te zien. Nou, dat is heel leuk. We gaan het proberen. Bij leven en welzijn gaan we het proberen. Sterkte daarmee. Dankjewel.
U bent bezoeker van de stoomdag hier in Loon op Zand. En u staat al een tijdje naar deze mooie fabriek te kijken. Ja, dat klopt. Dit is echt een uniek stuk. Dit. Heel mooi gemaakt. Heel knap gemaakt. En ja, het is ook mijn hobby. En vandaar dat ik ook ieder jaar wel hier ben. Wat is uw werkstuk op dit moment? Ik heb een kleine stoommachine gebouwd en ik heb een heet gasmotor gebouwd. Dat is een Otto 4-tak 1-cilinder en met een open krukas. En hoe lang werk je daar nou op? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb die in de kleine verloren uurtjes gebouwd, dus dat is heel moeilijk te zeggen. Maar er gaat er wel maanden in zitten voor zo'n ding klaar is. Echt. De NMF, de Nederlandse Modelspoorfederatie, is een overkoepelend orgaan waarbij dus alle verenigingen, of bijna alle verenigingen op het gebied van modelspoortreinen, dus bij aangesloten zijn. En wij geven dus informatie aan mensen die lid zijn van de vereniging. Wij promoten dus het lid zijn van de vereniging, omdat je dus vaak toch dan allerlei problemen zelf thuis tegenkomt die je zelf niet kunt oplossen. En in verenigingsverband lukt dat vaak wel. Er zijn altijd wel mensen van de vereniging die goed zijn op stoom, die goed zijn op elektra en dergelijke. Ja, het is inderdaad, dat is dus het voordeel dat je dus juist in verenigingsverband heel veel mensen hebt met allerlei verschillende deskundigheden. En daar kun je dan dus gebruik van maken. En vandaar ook dat wij dus ja, als NMF noemen wij ons ook het Centraal Station. Kijk, dat is dus deze, het Centraal Station. Als overkoepelend orgaan en voor iedereen een vereniging. En die zitten dus verspreid, de vereniging verspreid over heel Nederland. En bij ons op de site staat dus aangegeven waar de verschillende verenigingen dus allemaal zijn. Hier staat bijvoorbeeld een lokloods. Het lokje staat er net voor ook. Maar dat is gemaakt door kinderen en dat wordt dus ook juist gepromoot voor kinderen. Voor kinderen tot 12 jaar, die kunnen dat al heel makkelijk maken. Dit is dus bijvoorbeeld een seinpaal die dus door kinderen vanaf 12 jaar al gemaakt kan worden. Helaas heb ik alleen geen snoertje om hem aan te sluiten, maar anders zouden kinderen dus zelf kunnen regelen dat dus de trein gaat stoppen. Wat u ziet, dat is de Philips lichttoren, een heel markante toren van Eindhoven. Maar daar begon het niet mee. Het begon met het fabriekje op de Emmasingel, waar vanaf de begintijd van Philips in 1891 de kooldraadlampen werden gemaakt. En dat werd door meisjes gemaakt met een fijne motoriek. En de productie die lag op een hoogte van enkele tientallen per dag. Dat is een aantal jaren zo gegaan, totdat Anton Philips een keer een reis naar Rusland maakte en daar met een gigantische order naar huis kwam. En toen moesten er niet eens tientallen, maar ineens duizendtallen per dag gemaakt worden. Nou, dat was natuurlijk in het begin even paniek. En toen is heel snel is aan de overkant van de Emmasingel is de Witte Dame gerealiseerd. En daar zijn toen, is daar toen die productie tot stand gekomen. Wij maken als EMV deel uit van de Bevrijdende Vleugels in Best. Bevrijdende Vleugels is een groot oorlogsmuseum. Wij hebben de spooropvleugels.
dat omhelst eigenlijk een sporenproject van het Duitse lijntje onder andere, Bokstel, Gennep en ook Eindhoven komt daarin prominent voor. En die spoorbaan zijn we nu bezig in hal 10 in Best van de Bevrijdende Vleugels. En wij hebben nu op het ogenblik hebben wij een beetje als speerpunt genomen het stukje spoor van de lichttoren, waar Jan het zojuist over had, tot aan het station. En we gaan straks verder nog met de rondloods zoals die vroeger stond in Eindhoven. Hoe kunnen belangstellenden zich bij u vervoegen? Bij ons, kijk naar eindhovenmodelbouw.nl. Dat is onze website en daar kunt u alles vinden. Wij doen projecten, we hebben projecten gedaan voor de heemkundekring in Best. Wij hebben hun station gebouwd voor het 150 jaar spoor. Wij hebben zowel ook voor de heemkundekring in Bokstel hebben wij hun station gebouwd. Dat staat op het ogenblik in een museum Buva, hè? Buva heet dat geloof ik. En dat zouden wij, normaliter zouden wij dat op de baan gaan zetten, maar dat vonden ze mooi en dat hebben ze gehouden. En we hebben voor Eindhoven ProRail hebben wij het station van Eindhoven gebouwd van 1930. En dat station van Eindhoven dat komt dadelijk in deze hele lijn te staan tussen lichttoren en station. We zien nu een heel mooi product wat van u is. U bent daarmee bezig. Wat gaat het worden? Dit is een locomotief van de Württembergische Spoorwegen. Een zogenaamde T3. Een model al van 1898. En ik ben daar nou zo'n kleine 11 jaar mee bezig. De locomotief is zo goed als klaar. Alleen ik heb vandaag alleen maar de helft bij. Want ik ben aan het verre spuiten. Dus de hele locomotief is tot op de laatste schroef uit elkaar geweest. En wordt nu gespoten. Bouw ik dan langzaam op. En dan hopen we dit jaar voor het eerst op onze eigen baan in Breda. En we gaan bijvoorbeeld rijden al de tweede zondag na Pasen. We hebben een aantal rijdagen in het jaar. Op onze eigen baan in Breda gaan we rijden met die locomotieven. Je komt er dan achter te zitten, kolen gestookt. Je bent machinist en stoker tegelijkertijd. En je kunt een man of 10, 15 voortrekken met die locomotief. Dan laat hij na 11 jaar ook zien of alles wat we ontworpen en gebouwd hebben, ook dat is wat het zou moeten zijn. En dat hij werkt zoals een locomotief moet werken. Dus het komende jaar verwachten we dan dat hij er compleet staat. Het is wel de bedoeling om deze jaar deze lok af te bouwen en dat hij dan ook rijdt inderdaad. En of hij dan volgend jaar hier staat, dat kan ik je niet garanderen. Want als hij het goed doet, dan rijdt hij hier buiten op de baan voor de wetering en kunnen mensen er zelf mee rijden. Nou, we wachten af. Hartelijk dank en het gaat u goed.